First of all, we thank God for we didn't get many injuries because, as you can see, we were almost heading towards the competitive games. Next week we have against Rostov, so we were avoiding injuries and also friendly matches is used to assess every player. I think we didn't play our best, but most important, we won the game. This will also boost our confidence. Dat is onze laatste wedstrijd voor de Champions League, voor de wedstrijden die er ertoe doen. Ik denk dat het ook goed is voor de moreel dat we met een overwinning kunnen afsluiten, die voorbereiding. En nu moeten we nog een hele week hard werken en proberen te staan tegen Rostov. Het zal waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn, maar we gaan ons uiterste best doen om daar te staan. My personal view on the game today is like the coach wanted us to press high, and sometimes we do it and other times we cannot get the ball. De eerste helft hadden we het moeilijk, denk ik. Dat ze zitten een hoog druk en we konden niet zo goed voetballen. We wilden de bal niet zo goed in de ploeg. Ik denk dat dat gebeterd is nadat ze met 10 man zijn gevallen. Dat we meer ruimte natuurlijk. Het was iets makkelijker voor ons middenveld. En, ik heb ook een aantal kansen gecreëerd toen dat gebeurde. I think we those who came in the second half, we were observing the game very critically from the benches, so we know the weak points of the opponents. And I cannot say much because they were down by one man. And in the games like this, you just have to attack. So when we came in, we were very alert. We wanted to push so high. They would just get tired, and I think this brought about the two goals. Jullie winnen met 3-1. Zijn jullie klaar? Helemaal klaar nog niet, denk ik, maar we hebben nog wel een week. We kunnen nog een aantal kleine aanpassingen doen. Nog een beetje meer elkaar leren kennen natuurlijk ook. We hebben vandaag ook een nieuwe speler gezien. Ik denk dat hij wordt ingepast, dat dat wel nauw is gaat zijn. Maar ik hoop dat we klaar zijn voor dinsdag of voor volgende week. In football, you must be every time you have to be ready because many games and also as a professional footballer, you have to do what will make you happy. So I think we are ever ready for any team.